Hallo, ik ben Marlies en moeder van twee kinderen, van Julian 2 jaar en Arjen van bijna 14 weken. En ik wil jullie heel graag wat vertellen over de Beaba Transat Up & Down wipstoel. Dit is een wipstoel die in 4 verschillende hoogtes verstelbaar is. En de hoogste stand vind ik toch het prettigste, want daarbij kan je de kleine makkelijk bij je aan tafel hebben. Kan je eten geven zonder dat het jou je rug kost of dat je op je hurken moet zitten. Bij eten geven hoort knoeien natuurlijk. Dat is geen probleem met deze wipstoel, want je kan de bekleding er makkelijk afhalen. Het kan op een fijnwasprogramma gewoon meegedraaid worden met de rest van de was. En de kleine kan in 3 verschillende standen in de stoel zitten. Het kan zowel in zitstand, in half licht of in lichtstand. En voor die hele kleintjes is er ook een babyverkleiner, dus een inleggertje, waardoor de kleine er ook gewoon al heel goed in zit. En die standen kan je heel makkelijk door middel van 1 hand aan de achterkant van de rugleuning verstellen. De stoel kan je heel makkelijk verplaatsen door de handvaten die er aan zitten. En het is absoluut geen zware stoel. Dus ideaal. Het enige nadeel van de stoel vind ik is dat hij toch wel vrij groot is en veel ruimte in beslag neemt. Maar voor de rest perfect deze stoel overal is aan gedacht. Want de kleine heeft een goed harnasje om van die veiligheidsriempjes, net zoals bij een autostoel. Dus hoe bewegelijk je kleine ook is, die kan er absoluut niet uit glijden of zich ergens uit wurmen. Dus ja, ik ben heel tevreden over de wipstoel en Arjen eigenlijk ook. Dus ja, zoek je nog een wipstoel, dan is het zeker een aanrader. Bedankt voor het kijken. Doeg!